sport is voor mij super belangrijk. Het is de grootste reden om 's ochtends mijn bed uit te komen. Omdat ik me dan elke dag kan uitdagen. Ik wil grenzen verleggen. En ik krijg super veel voldoening als ik win. En ik wil Olympisch kampioen worden. Wanneer was jullie eerste keer op de baan eigenlijk? Daar ben ik wel benieuwd naar. Weet je dat nog? Ik ben begonnen in 2015. Je fietst pas 5 jaar op de baan? Ja. Ja. En hoe vaak wereldkampioen in 5 jaar? 6 keer. Als ik alleen fiets, wil ik over de 30 thuis komen. Zo. Dan dat doen wij niet vaak. Dan doen wij niet met jou mee. Ja, dat zit in me. En ik wil zo hard mogelijk. Ik kan me wel voorstellen dat je denkt van ja, als ik niet boven die 30 zit, dan kom ik niet met een tevreden gevoel thuis. Ja. Je moet je benen voelen. Ja. Over een maand ga ik met fietsvrienden op vakantie. Nou, dat is mijn WK. Dat gaat maar om één ding, dat is elkaar verslaan. Wat worden dan de wedstrijden op vakantie? Wie het eerste berg op is? Ja. Of een bordje sprint? We zitten of... in de Alpen en bovenaan staat het bordje van de Col. En het is heel simpel, ja. Vreselijk. Het is natuurlijk verschrikkelijk afzien, maar het zoete is nog zoeter als je eerst het zure hebt gehad, zeg maar. Je ziet verschrikkelijk af en dan ben je boven en dan... Het is ook wel lekker gewoon makkelijk te winnen, hoor. Wat me nou echt een keer vet lijkt, is een keer een rondje op de handbike. Als mijn buik past, dan buik past. Oh ja. Ja, ik hoop alleen dat hij langs mijn benen komt. Nee, het gaat gewoon. Misschien moet ik er eentje op mijn eigen maat hebben. Ik vond het vandaag echt super vet om op de baan te zijn. Ik was heel nieuwsgierig hoe het zou zijn. En ik vind het ook heel mooi dat Jeffrey en Harry in mijn handbike hebben gezeten om zelf te testen hoe het is om met een handbike op de baan te rijden. Sport betekent voor mij dat ik zo lang mogelijk wil blijven sporten, omdat je dan soepel en lenig blijft. Sport is voor mij ook altijd een uitdaging zoeken. En elk jaar proberen weer ietsje beter te worden. Door sport kan ik aan mensen laten zien wat ik wel kan. Laat weten wat sport met jou doet via nationalesportweek.nl.